Yes, ik ben Fuad en leuk dat je naar deze video kijkt. Ik weet, het is lang geleden dat ik een video heb gemaakt. Alleen in 2020 wil ik wel iets meer met video's gaan doen vanuit de pretparken. Op dit moment zal het wat lastig gaan omdat alle pretparken gesloten zijn. Maar ik beloof jullie dat ik in de komende periode wel wat video's ga maken vanuit mijn huis. Afgelopen week heb ik via Instagram gevraagd waar mijn eerste video over kon gaan. En daarin kwam veel hetzelfde antwoord, namelijk Toverland Monopoly. Wellicht is het jullie niet ontgaan. Ik heb afgelopen week op Instagram foto's geplaatst van het Toverland Monopoly spel dat ik zelf ontworpen heb. Daar zijn goede reacties op gekomen. Ook Toverland heeft dit gedeeld op haar social media. En daar is zelfs een loopingsbericht van over gekomen. Ik kreeg superveel goede reacties daarop, dus dank daarvoor. En ik kreeg ook veel de vraag van hoe ik dit nou gemaakt heb. Dus in deze video een making of van Toverland Monopoly. En laat ik jullie zien hoe ik dit ontworpen en gemaakt heb. Ja, het idee van Toverland Monopoly is vorig jaar eigenlijk ontstaan tijdens het werk. Het was een wat rustige dag en ja, met collega's ja, een beetje het idee voor verschillende Toverland bordspellen bedacht. Daarbij was wel één spel wat mij het leukste leek. Dat was Toverland Monopoly. Een paar jaar geleden was de Efteling natuurlijk al met een eigen Monopoly gekomen. Ik vond daarom ook wel tijd dat er een Toverland Monopoly kwam. Dus dat idee dat was vorig jaar eigenlijk al geboren. Alleen nu de afgelopen tijd, nou heel veel mensen weer thuis zitten vanwege corona. Zag ik dat heel veel mensen weer bordspelletjes gingen spelen thuis. En toen kwam eigenlijk het idee van Toverland Monopoly weer omhoog. Ik dacht van ja, bordspellen zijn weer in. Misschien wordt het wel tijd om dan toch echt een idee, een concept te maken van Toverland Monopoly. Dus ik ben daar een paar weken geleden mee aan de slag gegaan. Dat heb ik digitaal uitgewerkt eerst. En vervolgens heb ik het echt laten drukken. Het bordspel heb ik laten drukken bij een drukker. En de kaartjes, et cetera, dat heb ik zelf laten printen. En dat is eigenlijk het resultaat. Ja, ik kan jullie wel even laten zien hoe het eigenlijk ontstaan is. Het is vorig jaar eigenlijk met een schetstekening ontstaan. Dat is zo ongeveer zag dat eruit. Dat heb ik nog steeds hier. En vanuit daar ben ik eigenlijk gaan werken. Ik heb dit digitaal uitgewerkt. Dat heb ik met het programma Illustrator, Adobe Illustrator. En ik heb ook wel van Adobe Photoshop gebruik gemaakt, maar in mindere mate, voornamelijk in Illustrator. En ik wil jullie eigenlijk wel even meenemen in hoe ik dat digitaal ontworpen heb. Ja, dit is eigenlijk hoe het begon. Ik begon eigenlijk eerst met de vakjes te ontwerpen van het spelbord. Hier zie je een beetje een voorbeeld. Er waren nog geen icoontjes te zien, maar gewoon eigenlijk heel simpel ja, een begin. Vervolgens heb ik ook inderdaad de klassieke Monopoly vakjes ontworpen, zoals in de gevangenis en vrij parkeren. En uiteindelijk is het spelbord, ziet het er zo uit. Dus eigenlijk alle straten, de vakjes, dat soort dingen. Je begint eigenlijk bij start, dan kom je bij het klokhuis, het toverhuis. Vervolgens heb je wat attracties, de carousel, Appelroutje, Wirbelbaum. Vervolgens ga je hier naartoe naar Cocombolo, Tolly Molly, Kletterparcours, Drakenslangen, Gin, Toast Express, Villa Fiasco, Maximus Blitzbaan, Expedition Zork, Boosterbike Delving, Django River. Hieronder hebben we de paden van Ithaca, Scorpius, Troy. En uiteindelijk Merlin's Quest en Phoenix, die het duurst is. Zo zien de straten er eigenlijk uit. De stations die normaal bij Monopoly zijn, die heb ik vervangen door horecagelegenheden. De Solaris, Watchtube, Katara Plaza en de Flaming Feather. En dan heb je nog het elektriciteitsbedrijf en de waterleiding, die zijn vervangen door de shows. Dus de Toast Tover Show en de Katara Fountain of Magic. Verder heb je bij Monopoly ook altijd de kanskaarten en de algemeen fondskaarten. Die zijn hier vervangen door Discover Your Own Magic en door gelukservaring. Dus zo ziet eigenlijk het spelbord eruit. Dit heb ik ook laten drukken zo. En het is uiteindelijk ja, het resultaat geworden.
Verder kan ik ook even laten zien hoe ik die icoontjes ontworpen heb. Als we hier gaan kijken, bijvoorbeeld, ik heb hier Solaris. Gaan we wat inzoomen. Dit is eigenlijk de versie. Ik heb eigenlijk eerst foto's en tekeningen gevonden van Solaris, van het gebouw zelf. En gekeken hoe zien de vormen eruit. Dat heb ik inderdaad zo ontworpen, als hoe je het hier ziet. En dat heb ik eigenlijk bij alle icoontjes gedaan, Solaris, maar ook hier van de watchtube. Dat heb ik na de hand van foto's heb ik dat ontworpen. En hier de flaming verder. Verder zijn natuurlijk de eigendomsbewijzen, de kaartjes, die zijn heel belangrijk. Die heb ik hier. Ik zal heel eventjes iets laten zien. Dit zijn de eigendomsbewijzen zoals je die kent van Monopoly. Die zijn eigenlijk bij elk standaard Monopoly spel hetzelfde. Dus dat heb ik hier ook gedaan met de kaartjes en de daarbij betreffende huur per huis of per hotel. Daar heb ik van elke attractie, elke straat heb ik daar een kaartje van ontworpen. En hierbij de achterkant van de kaartjes. Ook de kanskaarten, of hoe ze hier noemen, de Discover Your Own Magic kaarten. Dat zijn deze kaarten. Ik ben eigenlijk begonnen, ik had het heel even laten zien hier, met uit te schrijven in een Word document. Dat heb ik eigenlijk elk kaartje. Sommige zijn standaard, zoals van ga verder naar Phoenix. Maar ook wat specifiekere, dus de staf van Merlijn is gebroken, betaal 15 toverduiten. Dus dat heb ik eigenlijk zo bedacht, vervolgens ontworpen in een bepaalde, als het ware een kaartje. Bijvoorbeeld de Flaming Feather wint de prijs voor lekkerste spareribs. Je krijgt 10 toverduiten van elke speler. En zo zijn eigenlijk elk kaartje is dan ontworpen. Dit zijn Discovery All Magic kaarten, maar er zijn natuurlijk ook nog gelukservaringen. Dit zijn deze. Waarbij we ook verschillende kaartjes zijn ontworpen. En natuurlijk de klassieke van verlaten gevangenis zonder te betalen. Die heb ik hier ook. En dit is eigenlijk hoe ik het digitaal ontworpen heb. Ja, het spelbord heb ik speciaal laten drukken op een bepaald soort karton, waardoor het wat dikker lijkt. Het spelbord is 50 centimeter breed. Net als het officiële Monopoly spelbord. Daarnaast heb ik ook de kaartjes. Die heb ik zelf laten drukken. Zoals de Discovery Your Own Magic kaarten. En de gelukservaringen. Ook de eigendomsbewijzen van de straten heb ik zelf laten printen op wat harder papier. Het geld heb ik nog niet laten drukken. Dat zou nog komen. Ook de doos waar alles in moet, dat is er nog niet. De pionnen die ik gebruik, komen in de menubox in het park. En de hotels en de huisjes, die heb ik van een ander Monopoly spel gebruikt. Dus zo ziet het spel er eigenlijk uit. Ja, en dit was dan de Toverland Monopoly Making Of. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik ga denk ik de komende periode meer video's uploaden. Mocht je dat niet willen missen, abonneer dan even op mijn kanaal. En volg me natuurlijk ook even op Instagram. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.